Het is maandagavond en we staan hier op het veld van IJsselmeervogels waar Frans Adelaar zojuist zijn eerste training heeft geleid als trainer van IJsselmeervogels. Wij vragen hem eventjes naar zijn bevindingen. Welkom bij deze prachtige club, zeggen ze altijd dan. Hoe is het jou bevallen vanavond? Ja, even wennen. Want je kent niet alle spelers door en door. En het is altijd weer nieuw. Hè, met elke club heeft zijn eigen kleedlokaal en zijn eigen ruimte. Dus dat is wennen, maar als je dan op het veld stapt en je begint met de oefenvormen, dan is het overal hetzelfde. En dan voel ik me weer als een vis in het water. Want het zijn hectische dagen geweest natuurlijk ook voor jou, hè? In zoverre dat je dan op maandag al moet starten, dat is kort dag. En natuurlijk is het dan hectisch, want dan krijg je allerlei reacties en dan krijg je de pers die wat willen vragen. Dus dat geeft wat extra werkzaamheden. Want even in het kort zeg maar, hoe ging het sinds afgelopen zaterdag? Wat is er allemaal in werking gezet? Ik ben zondag gebeld en vanavond sta ik voor de groep. En het is de bedoeling dat we woensdag een bekerwedstrijd spelen waar ik de coaching zal verrichten. En dan gaan we kijken of we met deze mooie club een verandering teweeg kunnen brengen. En met name in de kopjes van de jongens. En je hebt in de afgelopen 36 uur heb je de presentatierit doorgenomen, allerlei namen uit je hoofd geleerd, of hoe moet ik dat zien? Internet is tegenwoordig een belangrijk hulpmiddel, hè? En daar maak ik ook gebruik van. En daarnaast contact gehad met Gert Kruis en Rut van de Groep en André, Kemper, die me in ieder geval bijpraten over kwaliteiten van spelers en mogelijkheden en onmogelijkheden. Mm-hmm. En veel beelden gezien, neem ik aan? Nee, nog niet. Wat was het niveau van de groep die je aantrof vanavond? Viel het je mee? Nou ja, het zijn allemaal jongens die kunnen voetballen, want anders zitten ze niet bij IJsselmeervogels. Dat is heel duidelijk, heb ik ook tegen ze gezegd. Maar dat het allemaal wat onder spanning staat, dat voel je en dat zie je. En daar hebben we een paar weekjes voor om daar verandering in aan te brengen. Ja. Ik zag je een paar keer handelend optreden natuurlijk vanavond. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, donderdag hebben ze dat nog niet onder de knie? Nee joh, want dit soort correcties die doe je ook op in het buitenland en op andere niveaus. Dus dat hoort er gewoon bij. En kijk, op het moment dat je accenten wil leggen of dat je iets van je ploeg wilt, dan zul je daar de controle op uit moeten voeren op het moment dat het in een trainingsvorm gevraagd wordt en niet gedaan wordt. Hetzelfde is mijn kleine kinderen. Als je zegt van je mag het niet doen en je controleert het dan niet, dan heeft het nog geen zin. Nee, dus dan moet je wel eens optreden. Mm-hmm. Wat heeft IJsselmeer voor trainer binnengehaald? Ja, gewoon een nuchtere vent die inmiddels heel veel gezien heeft van de voetballerij en zich niet zo makkelijk gek laat maken. Maar hoe denk jij over voetbal? Hetzelfde ongeveer als de vorige trainers of heel anders? Ik weet het niet. Johan de Man heb ik meegewerkt. Toen was ik trainer bij GVV en Johan was mijn centrale verdediger. Ik weet niet hoe Johan hier zeg maar zijn spelwijze was. Vind ik ook, dat heeft iedere trainer legt zijn eigen accenten. Dus, maar het is wel zo, als ik Gert Kruis bel, dan vraag ik van wat de kwaliteiten zijn van de spelers. En omdat Gert het in de omgekeerde volgorde ook deed toen hij naar Sparta toe ging. Dus dan praat je elkaar even bij. En wat heeft Gert aangegeven? Nou, dingen, het is te veel om op te noemen, maar het gaat dan over welke mogelijkheden een speler heeft en welke posities je het beste uit de voeten kan. En daar hoop ik dan door zelf nog een keer goed te observeren mijn voordeel mee te doen. Ja, je hebt vanmiddag al een beetje gezegd van, Zelina, zat je ongeveer in een gelijksoortige situatie, kwam je binnen. Ja. Wat is het recept? Nou, recept is, kijk, voetbaltechnisch hoeven ze niks meer bij te brengen, want ze kunnen allemaal voetballen. En ze hebben allemaal een bepaalde technische bagage. Ze zijn, als het goed is, zijn ze goed in conditie, want daar kan ik helemaal niks meer aan doen. Mm-hmm. En als je zes wedstrijden de tijd hebt, dan kun je ze conditioneel niet meer bijspijkeren. Dat heeft totaal geen zin. En daar kun je iets mee opschieten, maar niet te veel. En dan zul je dat moeten trachten door het vertrouwen terug te krijgen. En daar heb ik
In Žilina heb ik daar ervaring mee opgedaan en dat hoop ik hier ook weer aan te wenden. Maar blijft de eerste volgende competitiewedstrijd blijft natuurlijk een hele speciale wedstrijd. Ja, want je begint er zelf al over natuurlijk. Nou ja, ik neem aan dat je al wel iets hebt gehoord over zulke wedstrijden. IJsselmeer Spakenburg, Spakenburg, IJsselmeer Vogels. Dat zijn zeg maar Ajax 25 klein, hè? Nou, ik ben hier zelf een keer geweest als gast, als analist voor RTV Utrecht. En dan komt er veel publiek op af en er spelen heel veel emoties. En niet alleen die dag, maar ook de dagen daarvoor. En eigenlijk de weken daarvoor al. Want die wedstrijd ziet iedereen aankomen. En ik heb hem ook eigenlijk iets kleiner meegemaakt bij Dovo tegen GVV. Want ik heb bij de Dovo als speler heb ik de derby in Veenendaal meegemaakt en bij GVV als trainer. Dus ik weet er wel iets vanaf. Maar het is 8000 man langs de lijn. Iedereen leeft er al weken naartoe eigenlijk in Spakenburg. Ja. En die wedstrijd, daar staat toch gelijk of valt gelijk het hele seizoen mee, hè? Ja, die moeten jullie winnen. Ja, en ik vind het een entourage met 7000-8000 toeschouwers fantastisch. Maar ik kan nog een collega-coach herinneren die gevraagd werd naar het fanatisme van het FC Utrecht publiek. En of hij dat vreesde. En toen antwoordde hij dat hij nog nooit het publiek een doelpunt had zien scoren. Dus dat is eigenlijk veelzeggend. Het gebeurt binnen de lijnen. Maar het is wel de kunst om je gedachten bij het voetbal te houden. En je niet te laten afleiden door alles wat er rond het veld gebeurt. Nee, want één kan ermee omgaan, de ander niet, hè? Ja, dat is inderdaad zo. En kunnen de supporters van IJsselmeer, kunnen die over 2 weken een hele andere IJsselmeer verwachten? Oh, dat weet ik nog niet. Er zal best wel wat veranderen. Maar daar is het na één trainingsavond te vroeg voor. Ik had wat geblesseerden. Mm-hmm. En we hebben woensdag wat geschorsten. Dus ik heb die 2 weken absoluut nodig om een goed beeld te krijgen en tot mijn favoriete opstelling te komen. Je gaat gelijk, de supporters zijn staan al allerlei filmpjes van de afgelopen wedstrijden, zeg maar. Die heb je al gelijk bekeken of die ga je bekijken de komende week? Zover ben ik nog niet, maar ik ga absoluut ga ik die bekijken, absoluut. Helemaal goed. Ja. Bedankt.